Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Dat van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes! Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ze had Mark dat alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui weer moet weven. Ongelooflijk. Vrienden van me zeiden, kijk uit de jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Kijk, zo denken vaak mannen. Die denken, als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen. Ja, toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk. Is te makkelijk. Sorry. Is een grap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg, luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel. Laat ze te melden wat ze aan het doen was. 'S Morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja. Iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat nou dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij hadden het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Dat was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen en de ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij, joh. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik deed op. Ik zei, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan het beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels van vroeger. Ken je dat nog? Geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim dat vond toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, pff, ja breng maar weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Meneer, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hakken. Ik zeg, weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasstengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, Marit, ik neem je mee, we gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Ik zeg, Vlieland, Marit, dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen- en weerboot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen. Nee, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. Die konden ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ik zei, ja, bij welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger denken? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8.000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wachten. Ze mag vragen waarom. Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg. En die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zeg, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8.000 euro. Ik zeg, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het dan sponsoren, Najib? Ik zeg, oh, sponsoren. Ze willen het niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan. Deze reet wordt u aangeboden door Najib Amano.
De andere kant de foto. Hé. Hey. Ja, plek zat. En, kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wel, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dat trekken ze er hieruit en dan planten ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Dus ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is één van de drie. Kijk. Geeft helemaal niks, niet met z'n tweeën naar hem zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Ja, dan gaan ze met z'n tweeën naar hem zitten kijken, alsof... Alexander is het niet. Dus dan blijven deze twee jongens over. En toevallig, dat zijn twee hagenezen. Kun je het voorstellen, gaan ze naar zo'n anusblekerij, of weet ik, spuiterij, of zo'n ding. Krijg zo'n boek. Zo, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi, glow in the dark. Dan vragen we om. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in het park. Sorry Dennis, ik heb nou... Ja, schoot eruit. Schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert. Ja, het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, maar niemand kent je. Lijkt me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nou, je draait om. Nee, hij is niet leuk. Nee, hij is niet leuk dit. Wij spelen vaak nightgolf. Dan gaat Dennis staan ergens. Ja. Bukken. Ja, zo ja. Smack. Kloink. Hole in one. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je sterretje uit Den Haag? Haag je sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry.